Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan wij iets heel leuks doen. Want zoals jullie een paar video's al gezien hebben, zijn wij met mijn souterrain bezig beneden. Daar gaan wij vandaag voor shoppen. Mijn keuken staat erin! Ja! Hé man, je mist één kastje. Dat is het enige kastje, een deurtje, sorry. Voor de rest niks. Dus dat is wel heel lekker. Dus ik kan, ik heb gisteren mijn... keukenkastjes ingedeeld. Dus al mijn servies heeft een vaatbeurt gehad. En die staan nu in mijn kastje. Dus ik hoef geen vaatwasser meer uit te ruimen. Boven kan ik gewoon lekker mijn vaat afwassen. En dat is het. Dus dan mond uit laten knallen. Ja, we moeten alleen nog even de vloer in en de kast. En als je het heel snel zegt en de deur verven, dan is er niet meer heel veel te doen. En dan nog... dat is het. Nou, daar gaan we een leuke dag van maken. Want we gaan met de waterbus. Voor de eerste keer, hè? We zijn nog nooit met de waterbus geweest. Nee, dus daar gaan we dan varen. Even omdraaien. We kunnen het net nog zien. Kijk, hierachter gaan wij dadelijk varen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Het is in totaal 35 minuten met de waterbus naar Rotterdam. Dus. Dan zijn we er alleen nog niet. Want dan moeten we dan naar het centrum. Nou, we zien wel hoe we daar komen. Dus ik ben net door mijn eigen uitgang naar boven gelopen. Bof komt. Dat mag... echt heel mooi. Oh. Mama, ik mocht van mama eigenlijk een, een boekje van de Albert Heijn. Voor de eerste boodschap. Voor de eerste. Hij is nog niet vol. Nee, is niet eerlijk. Nou oh ja, voor de volgende keer. Hey schat, misschien kunnen we wel een koffietje gaan doen in een hotel, New York. Ja. Dat is ook een idee. Dus, nou ja. Wat, als jullie het maar meer van willen zien, dan moet je even blijven kijken. Tot dadelijk. En dan zitten we op de waterbus. Nou, een mooi stoel hoor. Een beetje een theater. We kwamen aan met de auto en we mochten gelijk in schappen. Zo. Het is wel warm met z'n ding op de ja. Hoor. Bril slaan steeds. Ja. Ik vind dit van mijn ogen. We hebben een verkeerd kaartje. Dit is de Ark van Noach volgens mij. Nou, dus zat ik op een terras. We zijn al in Rotterdam. Alleen om die locatie van we zijn nu onderweg naar Nespresso om koffiecupjes te kopen voor mijn koffieapparaat. Alleen om die locatie al te vinden is alleen nogal een dingetje. Dus dat is echt wel een dingetje om te vinden. We zitten nou lekker op mijn terrasje. We hebben nou een tosti met ei en een carpaccio besteld. Ook lekker. Ik ben in deze straat. Ik ben gewend om met mijn oma de beurs over te lopen. Maar ik ben niet de koopgoot. Maar niet hierachter. Dus ben ik niet gewend. Leuk buikje. En misschien dat we nog even de beurs dadelijk doorlopen. Mama wil naar de toeklas. Daar moeten we naartoe, Lisanne? Nee, ik moet er rechtdoor. Oh. Denk we moeten rechtdoor. De daling. Oh. Nou, lopen maar. Ik ben hier. Doe maar dit dingetje even om je hand, want ik ligt hier uit je handen. Maar, ik heb lekker voor mijn kamer geshopt en de rituals. Goed geslaagd. En mijn favoriete douchegel. Ja, Philip, ja hoor, we doen ook lief voor jou. Er zit ook wat voor jou bij. Ja. Tot zo. En lopen we verder. We lopen nu op de Koolsingel. En een hele volle tas van espresso. En nog meer tassen. We hebben ons even uitgeleefd. Tassen. Philip, we hebben ons even uitgeleefd. Dus het wordt een goedkope maaltijd vanavond. Maar we gingen voor een melk op schuim naar binnen en voor koffiecups. En we komen naar buiten met een nieuw apparaat. Omdat we een verhaal hadden gehoord van een lookalike van Fred Verleer. Ik vond die man wel leuk vertellen.
En dan zegt hij, omdat jullie het zijn, krijgen jullie zoveel euro korting. Nou, ik kreeg overal een doos bij cadeau. Ja, alleen de doos was gratis, de koffie was het niet. Ik zal het aan de andere kant lopen hoor. Oh man, als wij thuis zijn, hebben we geen arm meer over. En dan moeten we van mijn kamer, daar mag ik nog boodschappen doen ook. Op naar de waterbus, want anders zit er nog een half uur in de waterbus dadelijk. Tot dan. Nou, en toen zaten we weer bij de opstap van de waterbus. Nou, ik vond het een hele geslaagde dag. Lekker weertje vooral. Dat zeker. Echt lekker weer. Oh. Superleuk om dit een keer te doen. Ja, zeker weten. Lekker ver gelopen. Nou, dat denken we wel. 1/3 van de Efteling hebben gelopen. Maar ja, dat was heel erg leuk. We zijn ook nog met een paar leuke dingen hebben we gevonden. We hebben bij de Nespresso winkel, die we echt voor mijn gevoel, hoe lang hebben we daarna gezocht? 1,5 uur voor mijn gevoel, zoiets. Mm. En eindelijk gevonden, nou, we gingen voor een paar cups en misschien een melkopschuim. We komen terug met een nieuw apparaat die een melkopschuim er aan heeft zitten. Dus dat is ook wel heel chill. Dus dat ook nog. Alles voor 1 stopcontact. Ja, dus het scheelt weer een stopcontact op de web. Als je er dan weer bent, dan weet je waarom. Het is nog nou dadelijk een uur, half uur met een mondkapje op de waterbus in. Nou ja, thuis dadelijk nog onderweg even de Alblasserdam rijden boodschapjes doen, ook voor mij. Want we hebben nog geen eten voor vanavond, dus dat moeten we nog even scoren. En dat wordt dus even Filip aan zijn mouw trekken of die even wil helpen met alles uitladen. We hebben nu 4 of 5 tassen, dat worden er gewoon 7 minstens. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.